Maar we beginnen deze uitzending van Nieuwslijn met het nieuws over Veronica zelf. Het commissariaat voor de media heeft vanmiddag besloten dat Veronica met ingang van 1 januari volgend jaar 7 weken lang geen radio- of televisieuitzendingen mag maken. Volgens het commissariaat heeft Veronica daadwerkelijk steun verleend aan de totstandkoming van de commerciële zender RTL Veronique en daardoor heeft men de mediawet overtreden. Straks een gesprek daarover met een van de mediacommissarissen en met meester Bordewijk, voorzitter van de Veronica Omroeporganisatie. Maar nu eerst aandacht voor de feiten waarop de sanctie van het commissariaat voor de media is gebaseerd. Veronica heeft, net als de andere omroepen, wettelijk als hoofdtaak omroepprogramma's te maken. Nevenactiviteiten zijn verboden. Nu zijn er wel meer omroepen die aandelen bezitten, maar volgens het commissariaat ligt het met Veronica's aankoop van aandelen Veronique anders. Veronica stelde vorig jaar een bankgarantie van 2,5 miljoen ten behoeve van het in oprichting verkerende RTL Veronique. Maar vooral, Veronica kocht via een tussenpersoon voor 8,5 miljoen gulden aan aandelen in RTL Veronique. Die aankoop mag, volgens het commissariaat, niet worden gezien als een simpele belegging en niet als normaal economisch handelen. Maar moet worden beschouwd als een deelneming in een buitenlandse concurrent met de opzet de bijl aan de wortels van het Nederlandse omroepbestel te zetten. Veronica heeft daarmee, volgens het commissariaat voor de media, gehandeld in flagrante strijd met het beginsel van non-commercialiteit dat aan het Nederlandse omroepbestel ten grondslag ligt. Het commissariaat heeft in zijn beslissing meegewogen dat Veronica er mede debet aan is dat de andere Nederlandse omroepen van de concurrentie uit Luxemburg te lijden hebben gekregen. Van alle omroepen zijn de kijkcijfers teruggelopen. De aankoop van buitenlandse tv-producties en het uitzenden van sportevenementen is duurder geworden. En door het verloop van de sterinkomsten is de financiering van de publieke omroep onder druk komen te staan. Vandaar de sanctie. In de eerste 7 weken van het volgend jaar geen radio- en televisieprogramma's uitzenden. Het commissariaat vond alleen een boete opleggen te weinig, omdat Veronica veel voordeel heeft gehad van de aandelentransactie. De aandelen RTL Veronique zijn later immers met 10 miljoen winst verkocht. Aan het rechtsgevoel van de andere omroepen die van Veronica's optreden nadeel hebben ondervonden, zou met alleen een boete geen recht worden gedaan, meent het commissariaat. Ten slotte, Veronica heeft ook een boete gekregen van 50.000 gulden wegens het verschaffen van onjuiste informatie aan het commissariaat. De straf voor Veronica is uniek in de Nederlandse omroepgeschiedenis. Het uitzendverbod voor Veronica betekent ook eens niet dat er geen andere programma's te zien of te horen zullen zijn. De zendtijd wordt aan andere omroepen toegewezen. Joost Oranje vroeg aan de heer Heijnen den Bak van het commissariaat voor de media een nadere toelichting over de straf. Meneer Heijnen den Bak, om te beginnen, hoe bent u tot deze strafmaat gekomen? Waarom 7 weken geen radio en televisie en waarom niet 7 maanden of 10 maanden? Nou ja, we hebben rekening gehouden met een aantal factoren. Dat is wat dan heet in het jargon de aard en de ernst van de overtreding. De vraag of Veronica daaraan schuldig is in de zin van heeft men goed geweten waar men aan begonnen is. Die vraag hebben wij heel duidelijk bevestigend beantwoord gekregen van de advocaat van Veronica zelf. Toen hij tijdens de hoorzitting zei dat het al 17 jaar de doelstelling was van Veronica de bijl aan de wortel van het huidige omroepbestel te zetten. En dat men CLT RTL Veronique daarvoor gebruikt had in dit geval. Dus dat heeft nogal zwaar gewogen bij ons. Zwaar gewogen hebben ook de gevolgen voor het Nederlandse omroepbestel. En wat ook heeft meegespeeld is het feit dat Veronica uit deze handelwijze ook nog een behoorlijke winst heeft gesleept. Als u het heeft over de gevolgen voor dit omroepbestel, gaat het vooral over de gevolgen die de andere omroepen nu hebben van het succes van Veronique. Ja, ook Veronica zelf dus merkwaardig geweest. Ja, dus Veronica wordt eigenlijk gestraft omdat Veronique een succes is. Ik denk als RTL Veronique minder was aangeslagen, ja, dan zouden de gevolgen ook minder zijn geweest en zou ook dat hebben meegewogen in onze beslissing. En zou de straf ook minder zijn geweest? Dat mag je dan aannemen, ja. In hoeverre heeft u met deze hele actie en deze straf nou een voorbeeld willen stellen voor commerciële activiteiten van omroepen in zijn algemeenheid? Nee, dat heeft in onze beschouwingen geen rol gespeeld, het stellen van een voorbeeld. Ik ga er althans maar voorlopig vanuit dat dit een vrij unieke zaak is geweest. Zodat die gedachte ook niet bij ons is opgekomen. Maar we weten dat er veel meer omroepen zijn geweest die commerciële aspiraties hebben gehad. Is dit nou niet een reden voor u om ook die omroepen eens goed door te lichten hoe dat precies is gegaan? Het hebben van aspiraties op zich, gedachten zijn vrij, zal ik maar zeggen. Het gaat om het concrete handelen van Veronica in deze zaak. Ja. En als het gaat om allerlei andere commerciële activiteiten, we weten bijvoorbeeld dat bijna alle omroepen hun geld beleggen
in allerlei fondsen. Bijvoorbeeld, Fokker of Hooghovens. Ja, dat mag dat wel? Dat beschouwen wij als normaal economisch handelen. Wat iemand met het geld doet dat hij overhoudt als hij dat belegt en daar geld uithaalt en dat weer besteedt aan de programma's en zo, dat beschouwen wij als normaal economisch handelen, niet als een verboden nevenactiviteit. Maar het verweer van Veronica en steeds, dit is ook een belegging van ons geweest. Ja, het is ook een belegging geweest, maar het is natuurlijk veel meer geweest. Het is een deelneming geweest in het oprichten van een buitenlands omroepstation. Ik wil niet herhalen wat ik net heb gezegd, maar de advocaat van Veronica is daar ook heel duidelijk over geweest. Een heel bewuste handelwijze. Men heeft ook nog een garantstelling van 2,5 miljoen gepleegd als bestuur. Wat nogal ongebruikelijk is als het gaat om een normale belegging. Kortom, uit het feitenmateriaal dat Veronica zelf op tafel heeft gelegd, blijkt onomstotelijk dat dit veel meer is geweest dan een normale belegging. Tot zover de heer Heine den Bak van het Commissariaat voor de Media. Veronica is het niet eens met de straf die het commissariaat heeft opgelegd en tekent beroep aan bij de Raad van State. Maar stel dat de straf doorgaat, kan Veronica die straf dan opvangen? Over de heer Bordewijk, voorzitter van de Veronica Omroeporganisatie. Het is net de vraag of u zegt, kunnen wij op 1 januari 1991 een griepepidemie aan? Ik acht de kans dat de straf als zodanig ooit tot uiting komt zeer gering. Omdat wij natuurlijk in beroep gaan. Maar stel dat het wel gebeurt, stel dat we inderdaad 7 weken niet mogen uitzenden. Kan dat financieel worden gebolwerkt bijvoorbeeld? Dat kan zeker. En we hebben ook al gezegd dat de medewerkers en de freelancers, die zullen daar niet onder hoeven te lijden. Maar u verwacht dat de straf niet zal worden uitgevoerd? Ik verwacht dat het hele oordeel van het commissariaat van de media van de kaart gaat. Anders zouden we geen aanroepberoep instellen. Laten we het eens hebben over het image van het bedrijf. Hè? Want wat je toch veel om je heen hoort rondom Veronica is nu toch een wat loesje onderneming die geld steekt in allerlei stichtingen en in allerlei beleggingsclubs en op die manier Veronique in het zadel probeert te helpen. Ik formuleer nou eventjes een beetje wat je uit de publieke opinie naar hartelust kan vissen. Bent u niet bang dat dat imago toch uiteindelijk het omroepbedrijf Veronica aan gaat tasten? Nou, helemaal niet. Kijk, in de eerste plaats ontvangen we ook nu alleen maar positieve reacties. In de tweede plaats, kijk wat de pers op een gegeven moment schrijft en wat dan gaat leven. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Het is gewoon onzin. Er drijven geen BV'tjes rond Veronica. Er zijn nogal bij het BV's rond Veronique destijds gemaakt. Maar niet voor ons. Dat waren die bankiers die dat allemaal met aparte BV's doen. Toch hoorde ik NOS-voorzitter Van der Rijden vanmiddag op de radio zeggen. Ik was wel verbaasd, zo zei Van der Rijden, toen ik las dat de heer Bordewijk als voorzitter van Veronica het businessplan voor Veronica heeft geschreven. Kunt u zich dat voorstellen dat hij dat zegt? Ja, dat is ook weer zoiets. In de eerste plaats, ik heb geen businessplan voor Veronica geschreven. Ik heb op verzoek van de Luxemburgers eens een opstelling gemaakt hoe het eruit zou kunnen zien. Maar daar is verder helemaal geen gebruik van gemaakt. Dus wat dat betreft, ik heb ook nog een advocatenkantoor en ik kan adviseren wie ik wil en op welk punt ik wil. En ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat de mensen van RTL, zowel als de staat Luxemburg, mij bijzonder dierbaar zijn. Om persoonlijke redenen. Toch kan ik me wel voorstellen dat de andere omroepen nu zeggen, nu dit rapport van het commissariaat op tafel ligt, hebben wij niet zoveel zin meer om in NOS-verband als gezamenlijke omroepen met Veronica samen te werken. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik verwacht dat niet van mijn collega's. Los daarvan, het staat nou eenmaal in de mediawet dat we daartoe verplicht zijn. Dus ik zie het wel. Nou heeft Veronica gezegd, ook bij monden van haar advocaat tijdens de hoorzitting, dat Veronica altijd de bijl aan de wortel van het bestel wilde leggen. Zo zou je deze actie ook een beetje kunnen karakteriseren. Is het nou de laatste keer geweest of gaat u daar gewoon mee door als Veronica zijn? Nou, in de eerste plaats is dat een opmerking geweest die onze directeur en mijn collega bestuurslid bij het binnenkomen van het bestel, dus dat is 15 jaar geleden, gemaakt heeft. Die telkens weer wordt aangehaald en nu eigenlijk tot mijn spijt ook door de advocaat is genoemd. Tot mijn spijt in die zin dat ik meen dat we in die jaren hebben bewezen dat we loyale collega's waren en dat ik zo langzamerhand als oudste lid van het NOS-bestuur nooit het gevoel heb gehad dat ik de zaak probeerde onderuit te halen of de bijl eraan te zetten of wat dan ook. Dus dat zal ook niet gebeuren? Wel, nee, natuurlijk niet. Veronica blijft loyaal in het bestel? Jazeker, allicht.